zet ja. die gaten. Nou, we zijn weer terug. Er waren ja, een paar technische foutjes hier en daar, maar nou, dat gebeurt af en toe wel eens, wat ik net ook al zei. Dat is live tv. Dat is live tv. Risico van. Inderdaad, het risico ervan. Maar nu gaat alles weer helemaal perfect. Dat is goed in ieder geval. Maar in ieder geval, ja, ik had eigenlijk net ook al wel iets over gevraagd aan jou, maar wat vind jij zeg maar, de fitboy cultuur? Zeg maar die lifestyle, wat vind jij daarvan? Ja, het is gewoon... Ik bewonder het wel, aangezien zij heel streng voor zichzelf kunnen zijn en wel echt heel erg gewoon een soort van ritme en een schema kunnen creëren. Mm-hmm. Maar het is gewoon niet iets wat echt zou passen in mijn levensstijl. Nee. Het zou echt niet iets... Ik vind constant 24/7 bezig zijn met zeg maar ook je lichaam en dat de hele tijd te lopen pronken naar mensen. Ik weet niet, dat is gewoon niet wie ik ben. Maar dat ben ik. Maar ja, dat bij jou is? Nou, ik denk van... Kijk, ik zou zelf denk ik niet mijn hele leven, mijn hele levensstijl willen aanpassen aan de bepaalde voeding en exercise, denk ik. Maar het is wel goed om bewust te zijn over hoe je leeft qua met je gezondheid. Dat wel. Maar ik vind dat zij het weer dan net een stapje extremer doen. Zeg. Ja, het is dan wel... Ik probeer ook gezond eten en te bewegen, maar tot een zekere hoogte. Ja. En zij doen dat wel. Ja, ik weet niet, zij zijn er wel echt heel religieus in. Ik denk van... Wow. Nou ja, het is, iedereen is zijn eigen ding. Daarom en ik oordeel ook helemaal niet. Ja, want het kan ook zijn dat je ervan houdt. Maar in ieder geval, we hebben nu dus een interview met Robert. En hij heeft zijn bedrijf Alpha Visions. Hij is hierachter. Ik ga even zijn oortje pakken. Deze. Hallo. Hey. Hi Robert. Hey. Hoe is het? Ja, goed met jou? Ja, prima. Ik ben klaar met sporten, dus Oké, nice. Zit weer op voor vandaag. Ja, goed. Nou, in ieder geval, je hebt dus net gesport. En ik heb een vraagje voor jou. Hoe behoud jij op dit moment eigenlijk de motivatie om te sporten in deze tijden? Ja, een groot gedeelte van de corona overleven is fit zijn. Dus eigenlijk moet dat al genoeg motivatie zijn voor de mensen. En verder, ik vind het heerlijk om te bewegen, lekker de vrije lucht in, boksen, krachttraining. Ja, voor mij is het echt meer plezier dan dat het echt moeite kost. Ja, dus. Oké. Nou nee, dat is super fijn om te horen. Dat is gewoon zeg maar helemaal je hele passie. Ja, precies. Ja. Ja, maar kijk, nu zit je dus thuis eigenlijk en kan je niet naar de sportschool toe. Klopt, ja. Ja, en heb je eigenlijk nog een paar, wat voor... oefeningen doe je eigenlijk thuis, zonder al die apparaten van een sportschool? Ik heb geluk dat ik wel wat gewichten van mijn sportschool mee naar huis heb kunnen nemen. Dus daar heb ik dan een voordeel bij. Maar eigenlijk, Als je geen gewichten hebt, is het eigenlijk ook goed te doen. Eigenlijk zijn 4 oefeningen belangrijk. Mm-hmm. Push-ups, dat kan je overal overal doen. Pull-ups. Ja, daar moet je dan wel een stang voor hebben. Maar je kan ook aan je trap gaan hangen. Je kan aan een hek gaan hangen. Er zijn genoeg dingen te verzinnen. Squats is een hele belangrijke voor je benen. Okay. En dan nog de abs crunches. Eigenlijk heb je dan 4 oefeningen waarmee je hele lichaam traint. Oké. En zo is het ook met fitness. De 4 combat oefeningen die het belangrijkste zijn squats, deadlifts, bench press... En ja, military press hoort er dan ook nog wel bij. Dus eigenlijk zijn de oefeningen waarmee je verschillende spiergroepen traint, het beste op het moment om te doen. Oké, goed. Ja, ik doe zelf ook een beetje push-ups op dit moment. Normaal ging ik ook een beetje naar de sportschool, maar ja,
Nu gaat dat helaas niet in ieder geval. Ja, goed maar, dat je in ieder geval een beetje bezig blijft. Ja, ik probeer het. Maar ik heb nog een vraag voor jou. Wie is eigenlijk jouw fitness voorbeeld? Als je het hebt over personen. Heb je dat? Ja, ik ben eigenlijk zo'n 10 jaar geleden begonnen met fitness. En toen had ik wel een soort van voorbeelden waar ik tegenop keek. Mm-hmm. Dat waren C.T. Fletcher. Ik denk niet dat die naam je wat zegt. Nee, dat zegt me helemaal niks. Misschien de mensen die wat meer in de fitnesswereld zitten zouden hem kennen. Dat was echt het was een powerlifter ooit in het verleden. Mm-hmm. Het was een donkere man. Echt 2 meter breed, 2 meter groot. En hij was echt van het rauw gewicht heffen. Dus niet lullen, maar gewoon werken. Ja. En die mentaliteit trekt mij ook wel heel erg. Gewoon niet aanstellen, niet moeilijk doen, gewoon je ding doen en je zaken oppakken. Ja. Dus dat was wel echt een voorbeeld voor mij. Mm-hmm. Ja, en verder, echt een voorbeeld, niet echt, maar natuurlijk heb ik wel heel veel respect voor vele grote fitnessatleten zoals Simeon Panda. Ja. Ja, er zijn er genoeg waar ik wel respect voor heb, maar een echt voorbeeld heb ik niet. Oké. Ik vind het belangrijk dat je jezelf bent en anders bent dan de rest. Dus dan om echt een voorbeeld te hebben, is dan lastig. Ja, zeker. Als je zelf ook maar gewoon goed van jezelf fan bent, dat is ook goed, belangrijk. Ja, inderdaad. Nou, in ieder geval, de sportscholen zijn dicht. En wat denk jij wat de manier is hoe de sportscholen bijvoorbeeld open kunnen gaan met al deze coronamaatregelen? Poeh, iedereen zijn eigen alcoholbusje in zijn hand of zo. Ik zal het verder ook niet weten. Het is lastig, omdat we ook eigenlijk nog helemaal niks van de corona afweten. Nee, alles is nog onzeker op dit moment. Precies, is die 1,5 meter, klopt dat nou? Hoe lang blijft het op ijs? Eigenlijk weten we nergens nog een antwoord op. Dus ja. Ja, ik zou het zelf ook niet zo goed weten. Misschien overal van dat glas of zo naast elk apparaat. Ja, precies. Maar je raakt ook weer die dingen aan met je handen. Ik denk dat je gewoon even een half uur intensief moet trainen zonder je gezicht aan te raken. Ja. En dan gewoon je goed je handen moet wassen. Ik denk dat dat de enige oplossing is. Ja, misschien is dat ook wel een goeie. Oké, nou, we hebben dus in ieder geval, je hebt GorillaWare. Dat is jouw merch, neem ik aan. En GorillaWare. Klopt, ja. Ja, en daar was een winactie van? Klopt, ja. Ik had één winnaar bekendgemaakt. Oké. En er komt nou nog een tweede winnaar, ga ik vandaag bekendmaken. Ja, en die ga je nu bekendmaken, toch? De eerste winnaar is Milan -080. Die weet er in ieder geval ook al vanaf. Mm-hmm. En de tweede winnaar zal ik nou wel even in beeld laten zien. Ja, dat is heel spannend. Iedereen even... Ik durf namelijk niet precies te zeggen hoe ik zijn naam uit moet spreken. Ja, nee, ik ga het niet eens doen. Ik ga het gewoon laten zien. Jij bent de gelukkige winnaar. Jezoar, 2 streepjes, zoiets. Ja, dat is hem. Komt uit Aruba, zie ik. Dus hij mag in ieder geval 100 euro aan gorillawerkkleding uitzoeken. En Milan 080 ook. Top. Dus ik ben benieuwd welke setjes ze uit gaan zoeken. Oké, nou, super nice, man. Hey, gefeliciteerd, zou ik zeggen. En Robert, dit is alweer het einde van het interview. Hartstikke bedankt voor het interview. En nog heel veel succes met je verdere carrière in de sportwereld en je bedrijf. Yes, dank je. Ja. Jullie succes met de stream en blijf zo doorgaan. Yes, dankjewel. Fijne dag. Doei, doei. Joe. Nou, op. Eventjes oortje weer. Wegleggen. Zo. Ja. Ik vond het echt super. Ik vond het goed gesprek. Ik heb dus niet heel veel met die. Met die fitbullcultuur eigenlijk zelf. Maar wat zei je inderdaad, wat hij dan wel zei over de mentaliteit die zo'n oud sporter uitstraalt. Van inderdaad gewoon kijken, gewoon je werk doen. Inderdaad, dat kan je, is wel toepasbaar op heel veel andere dingen. Zeker. Dus ik denk dat wij wel inderdaad heel erg doelgericht gewoon kunnen werken zonder afleidingen. En zich niet laten verleiden door het een en ander. Wat ik dan misschien wel doe. Dus daar heb ik dan wel op zich wel respect voor. Ik vind het ook, ik vind het ook heel mooi dat ik echt die motivatie en het doorzettingsvermogen van die mensen vind ik echt. En hoe je bij mij niet super nice. Nee, bij mij is dat ook niet allemaal even goed hoor. Nee, ik doe dat niet aan. Ja, maar in ieder geval,
wij gaan een vlog kijken van Rebecca, dat is een beeldbrenger. Zeker. En ja, alle beeldbrengers hebben ook vlogs gemaakt. Ik heb er zelf ook één gemaakt. En dat is eigenlijk hoe de, ja, alle beeldbrengers de coronatijd allemaal meemaken. Ja, vanuit het perspectief van jongeren. Ja, vanuit het perspectief van de jongeren. Voor de jongeren. Ja. Door jongeren, voor jongeren, wat wil je nog meer? De camera. Nou. Hoi. Nou, ik heb morgen een darmonderzoek. En daarvoor moest ik 4 uur geleden hier 3 bis. Ja, ik kan niet eens uitspreken. In ieder geval 3 pillen innemen. Die laxeren. Heel fijn. En ik moet zo een of ander ding, een spuitje in mijn achterste doen. Ook iets laxerends ter voorbereiding morgen. Micro-lax. Ja, ik ben heel erg bang voor de pijn. In ieder geval, nou ja, ik weet niet of het pijn gaat doen. Het lijkt me in ieder geval niet echt prettig. Kijk of ik het kan laten zien wat het is. Oh, gatsie, darling. Ik heb geen idee hoe dit me aan de zin gaat. Ja. Oh, boah, dit ding moet eraf. Oké, cool. Nou, morgen dus naar het ziekenhuis. Dit nu ter voorbereiding. En ja, het is een morgen leuke dag. Nou, wel gedurfd dat ze zoiets durft te delen, hoor. Ja. Ik weet echt niet wat ik erover moet zeggen. Ja, ik ook niet precies, maar ik vind het wel knap dat zij gewoon in zo'n ze vlog. Ze wel alles. En ik denk omdat ze nu ook, omdat je nu ook minder mensen hebt om eigenlijk dagelijks te zien en dagelijks eigenlijk je dingen mee te delen. Terwijl dit soort normale dingen eigenlijk nog steeds gewoon doorgaan. Dat is wel belangrijk, om dat tenminste leuk om even ook te realiseren dat dit soort dingen, dat mensen ook die niet met corona te maken hebben, ook nog steeds lichamelijke klachten hebben, zeg maar. Ja, inderdaad. Om je niet vergeten. Ja, zeker. Hey, ik heb nog een volgende onderwerp. Mm. Wat vind jij van de urban en hip-hop muziek cultuur? Wat mijn mening daarover? Ja, ja, en de hele scene. De hele scene heb ik zelf niet heel veel, ben ik niet zo heel bekend mee, want ik zit daar niet echt in. Maar de muziek die luister ik zelf echt wel heel veel. Of in ieder geval, ik had vorig jaar even een periode waarin ik dat echt heel veel gewoon ging luisteren. En dan ga ik vanzelf gewoon dingen ontdekken. Dus ik ben wel redelijk bekend ermee, maar de scene zelf, daar zit ik gewoon niet in. Nee, ik heb precies hetzelfde, maar ik vind het wel. Ik heb ook wel eigenlijk een beetje een soort hip-hop fase gehad. Ja, precies, dat zeker. Ging ik ook naar Wooha en zo, en dat vond ik allemaal heel leuk. Was Wooha dan wel leuk? Ja, ik vond het wel leuk. Zou je er nog een keer heen gaan nu? Nee, ik denk het niet. Nee, want nu is het niet meer zo'n grote, nu is het niet hip-hop meer. Nee, bij mij is het niet echt, bij mij is het echt een beetje van alles op dit moment qua wat ik luister. Het is een beetje echt een saai antwoord. Ja, nee, maar dat is het wel. Ja. Wat luister jij? Ja, alles, denk jij. Ja, alles, maar ja, het is wel zo. Ja. Maar ja, ik kan ook wel een heel lijstje gaan opnoemen, maar ja, wat heb je daaraan? Ja, inderdaad. Maar we gaan even door en we gaan kijken naar een muziekvideo van Puria en Razorblade. En het nummer heet End Up Dead. I'll be dead by tomorrow. All these sins kill my sorrow. All my friends always say I'll end up dead. Baby, lead the way and I'll follow. Only feel the pain when I'm alone. Please stop hurting me. I'm tired of feeling pain. I'm getting high in the bando.
I've been out here trying to cop a couple bands though. Yeah, shawty looking fine, baby, band up. But don't start acting like you fucking understand, so yeah, push me to the edge, all my friends are dead. Yeah, always feeling hopeless with these demons in my head. I know that you're stressed, don't you blame it on the rest. Got this feeling in my chest, but I know I'm so depressed. Yeah, so I'll be dead by tomorrow. All these sins kill my sorrow. All my friends always say I'll end up dead. Baby, lead the way and I'll follow. Only feel the pain when I'm alone. Please stop hurting me, I'm tired of feeling pain. I'll be on my own, no, I got no control. Now you told me I should go, can't take it to the last. Now can't leave you in the past. Now the devil look at me, see a blessing, I'll be blessed. Now should I take a rest now? Ooh, I'll be on my own in the middle of the sea. I'm so alone, I got no one to believe. I still place, got no reason to leave, yeah. Now you're fucking with a rock star, a pop star. I'm sure I'll be the first one, not the last one. I'm sure I'll be the first one, not the last one. I'll be dead by tomorrow. All these sins kill my sorrow. All my friends always say I'll end up dead. Baby, lead the way and I'll follow. Only feel the pain when I'm alone. Please stop hurting me, I'm tired of feeling pain. Ja, super nice. Ik vond het goed. Het is heel goed geproduceerd. Dus zeker voor de leeftijd. Die zo... Ja, nee, ik vond het echt heel goed. Ik vind ook wel, dit soort hiphop vind ik ook wel chill om naar te luisteren. Want ik vind, zeg maar, die bas gaat gewoon zo lekker. Ja, gewoon lekker doorheen. Nee, zeker. Het is niet per se de soort van hiphop die ik luister. Maar dat betekent niet dat ik het niet kan waarderen. En sowieso, het nummer zit hartstikke goed in elkaar. Producties bij heel goed. Videoclip is nice. Ja, en ik vind ze ook wel echt zo'n, noem je dat? Echt zo'n artiesten-vibe hebben. Ja, ze hebben wel die uitstraling. Dat merk je dat ze dat wel echt hebben. Ze zijn lekker ook energiek voor de camera en zo. Ja, zeker. Ja, goede energie voor de camera. En ik vind de kwaliteit ook heel goed. Mm-hmm. Daar ben ik echt shook. Over. Wow. Super nice. Maar in ieder geval, we hebben dus nu ook een interview met deze rappers. En dan ga ik weer even omdraaien. Enkel fout. En dit is Puria. Ik pak even mijn oortje erbij. Zo. Hey. Op. Hallo, Puria. Hey. Hi, is dit ook trouwens je echte naam of is het je artiestennaam? Het is ook mijn echte naam. Oh, serieus? Ja. Nice. Ziek, man. Nou, ik vond je muziekvideo echt super nice. In ieder geval, complimenten daarvoor. En nou, ik heb een paar vragen voor jou. De eerste vraag is, ja, we hebben dus net geluisterd naar End Up Dead van jou. En ook met Razorblade, zo heet die. Nou, waar gaat dat nummer over? Het was een beetje een hele emotionele vibe wel. Het gaat over hele duistere dingen. Laat ik het daarbij houden. Oké, heel duistere dingen. Ja. Dus gewoon een beetje depri. Oké, en is er misschien één klein onderwerp? Wat misschien, mag ik daar iets verder over vragen? Het mag alleen. Het is gewoon heel depri inderdaad. Het heeft geen onderwerp. Het heeft niet echt een onderwerp. Oké. Nou mooi. De tweede vraag. Hoe breng jij je quarantaine tijd door? En hoe maak je dan veel meer muziek of minder? Of hoe zit dat bij jou? Nou, ik maak wel wat meer muziek. Ik zit samen met mijn broertje in de studio altijd. Die maakt dan gewoon. We maken dan gewoon samen wel eens beats. En gaan even samen zitten. Een beetje referenties doorzoeken naar wat voor nummers we eigenlijk willen maken. Ja. Vette ideeën opnoemen. En daardoor zitten we wel wat vaker. Hebben we ook een betere band gekregen. En zo zitten we ook veel vaker in de studio en zo. Ja. Dus het heeft ook wel een heel positief effect eigenlijk. Het kan ja, in principe wel. Ja, nice. En hoe oud was jij toen jij begon met muziek maken? Begin 16, eind 15. Oké. Nice. Dat is ook super jong. Ja. Ja. Ja, nou, wat is eigenlijk nou precies jouw stijl qua rap, zeg maar? Er zitten heel veel verschillende stijlen.
Ja, je kan het melodische trap noemen, I guess. Ik heb niet per se een vaste stijl, maar ja. ik weet wel, ik heb mijn sound wel een beetje. Okay. Ik heb mijn sound wel onder de knie. Ja, nice. En wie is jouw favoriet rapper? Ongeveer. Ja, daar vraag je me wat. Dan denk ik toch wel echt Dan Tolliver. Oké, okay. Nice. Ja. Oké, okay. En wat vind jij zijn de albums die hij maakt? Vind je zit daar ook het beste hip-hop album tussen wat jij het beste hip-hop album ooit vindt? Of is dat een ander album van iemand anders? Nee, dat is niet het beste hip-hop album die ik heb geluisterd. Okay. Ja, dat is ook een lastige vraag, want er zijn heel veel goede hip-hop albums. En als ik er echt uit eentje moest kiezen, dan denk ik toch echt dat het Astro World wordt. Oké, okay, nice. Oké, okay, en buiten hip-hop, wat ja. voor andere muziek luister jij eigenlijk? Ja, dat varieert heel erg. Mijn afspeellijst is heel bipolair. Het gaat van funk naar R&B, soms heel veel sad shit, soms zelfs naar UK drill, ja. maar vooral gewoon mainly trap. Oké. Okay. Hip-hop. Oké, okay, en ja, je rapt ook in het Engels. Heb je ook een droom om internationaal door te breken? Nou, het is sowieso niet een prioriteit voor mij om door te breken. Ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind. Dus ik doe het Engels is omdat ik persoonlijk Engels veel leuker vind klinken dan Nederlands. Oké, okay. Nou top. Hey, Poeria, heel erg bedankt voor het interview. Dat je erbij was. Ja, nou wij gaan weer even door. Top. Fijne avond. Jij ook. Joe, later. Tot ziens. Tot ziens. Nou, nog even het oortje weer zo. Ja. Ambitieuze knul. Ja, ook weer. Ja. Zo heen. Ook weer zo heen. Nee, maar nee, positief hè. Open post neer. Ja. Ik vind het echt nice hoe die mensen zo gedreven zijn. Mm-hmm. Mm-hmm. Heb jij favoriete rappers, zeg maar, of de mensen waar je zegt van nou, die vind ik echt het leukst? Qua rappers. Ja, dan vraag je mij nu ook iets. Ja. Dat vind ik ook heel moeilijk. Nou, ik luisterde eerst, toen ik zeg maar in die periode zat, luisterde ik vooral heel veel Logic ook. Mm-hmm. Dat vond ik heel leuk. Nooit echt naar geluisterd. Ik heb heel veel Mac Miller. Mac Miller, dat is ook een goede Mac Miller inderdaad. Gaan echt heel goed samen, ja. Ja, nee, ik ken wel wat namen. Ja. Ja, het is altijd moeilijk om daar dan op te komen als het aan je wordt. Ja, want ik heb echt zo'n afspeellijstje en dan pleur ik gewoon overal van alles in. Ja. En de meeste ik herken het meeste wel ook gewoon qua naam en gewoon een artiest die ik ook wel gewoon volg. Maar soms dan luister ik ook gewoon een lekker nummer en die gooi ik er gewoon in. Ik weet niet precies van wie die dan is, maar... Ja, nee, maakt niet per se veel uit. Ja. Maar in ieder geval, het volgende deel. We gaan nog een vlog kijken. Nog een vlog. Van Aristos. Hij is ook een beeldbrenger. Nou, die ken ik helemaal niet. Ja, die ken ik eigenlijk ook helemaal niet. Maar nu wel. Hoi allemaal, ik ben Aristos. En in deze quarantainetijd ben ik lekker aan het trainen om terug te komen van mijn knieblessure. Nu heb ik een leuke ninja video gemaakt en die gaan we nu opzetten. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Dat was echt een super vette ninja video. Wow. Je zag echt niet aankomen. Ik dacht gewoon een vlog, maar dit is niet best. Nee, dit is helemaal niet zo. Leuk is wel creatief namelijk. Ja, lekker creatief, ook lekker anders. Het is niet gewoon zomaar een leven van iemand, maar gewoon lekker bam. Meteen. Gewoon, ja, nice. Ja, leuk. Het is ook het is gewoon creatief. Kijk, wat je gewoon ziet is dan dat mensen die gewoon creatief worden met de tijd en ruimte die ze dan nu in één keer... krijgen. En dat merk ik ook bij mezelf, dat je zit gewoon een beetje in je kamer opgesloten. Je hebt niet alle mogelijkheden, maar het is juist nu inderdaad de uitdaging om dat allemaal juist uit jezelf te gaan halen. En dat zie je er wel een beetje in terug, want dat moet je zelf maar verzinnen. Ja, inderdaad. Ja, voor ons is dat ook super fijn, want wij willen wij als creatievelingen, ja, precies. Nee, precies. Maar
In ieder geval. We hebben nu een interviewtje met Razorblade. Kenny heet hij. En ga ik weer even omdraaien. Zo. Even goede oortje pakken. Zo. Hallo. Kenny, kan je me horen? Hoor je me? Ja. Ik kan Kenny niet horen. Volgens mij. Staat je voor geluid aan? Oh, ja, ik hoor iets. Ja, hoor je me? Yes, top. Ja, ja, ik kan okay. je horen. Ik heet geen Kenny, though. Oh, sorry. Zo, ja, ik denk dat het hier verkeerd staat. Het spijt me, Asrin. Ja, hier staat Asrin. Ja, ja, Asrin. Hoi, sorry. Ja, jouw artiestennaam is dus Razorblade. En mijn vraag is, hoe ben je op die naam gekomen? Oeh, dat kan ik echt niet gaan vertellen nu. Maar het is zeg maar... ik heb één echt persoonlijke reden. En die andere, wat ik zeg tegen mensen, is gewoon... Yo, ik was vroeger echt een bad child gewoon. Ik maakte echt van alles kapot, PlayStations en shit. Gewoon niet expres, maar gewoon per ongeluk. Dus okay. Ja, Razorblade, klein, scherp object dat echt super erge dingen kan doen. Nice, goed, creatief. Ja, nice ja. bedacht. Ja, en ik heb nog een vraag. Hoe breng jij dus, net zoals bij Puria, hoe breng jij je quarantainetijd door? Maak je veel muziek? Ja, eigenlijk alleen maar. Ja. Echt alleen maar gewoon muziek. Want ben nu bezig met, ben al klaar met een album. Mm-hmm. En gewoon daaraan werken. Oké. Okay. Heel veel anime kijken. Heel veel anime kijken. Ja. Nice, nice. En jij rapt dus. Ja. Maar sinds wanneer rap je en wat betekent rap voor jou? Sinds wanneer weet ik gewoon echt niet meer, want vroeger deed ik het ook gewoon toen ik echt 12 was of zo, maar niet iets serieus, gewoon alleen in mijn kamer. Ging steeds, het was meer gedichten schrijven, maar okay, ja. En gevoelens kwijtraken en zo. Hmm. En ik begon ongeveer 1,5 jaar geleden of zo wat serieuzer te worden en toen had ik dit nummer gemaakt met Puria. Mm-hmm. En sindsdien is het wat serieuzer geworden. Ja, nice. En denk jij dat jouw rapstijl zeg maar precies hetzelfde is als Puria of misschien net iets anders? Nee, verschillen jullie? Kijk, daar in End of Dead zou je denken van ja, het komt best wel overeen, maar we zijn echt wel echt verschillend van. Oké, okay. Ja. Want nice. Ik ben echt meer metalhead en zo en ik maak gewoon meer grunge gemixt met hiphop. Oké, dat is echt zo'n tussengenre. Ja, ja. Ja, super nice. En jij woont in Groesbeek? Arnhem. Toch? Oh, Arnhem. Nou jeetje, dat staat hier verkeerd hoor. Ja, het spijt me. Ja. Jij komt uit Arnhem. Ja. En wat vind jij van de hiphop scene in Nijmegen? Oh, in Arnhem. Nou, eigenlijk misschien eerder, wat vind jij van de hiphop scene in Arnhem? Dat ga ik jou gewoon vragen. Het is zeg maar, Arnhem heeft echt zoveel getalenteerde mensen, maar echt, ik heb nog nooit zo'n city gezien die echt gewoon geen love heeft voor zijn eigen artiesten. Okay. Echt totaal niet gewoon. En ja, zo kan, ja, het is nou eenmaal zo, mm-hmm. Maar qua artiesten zelf, ja, zit er heel veel talent. Ja, zeker. Heel veel talent, ja, dat is mooi. En wie is jouw favoriete rapper? In general? Gewoon helemaal alles? Ja, gewoon helemaal. Ja, het is een moeilijke vraag, ik weet het. Maar ik ga het toch stellen. Ik heb een top 3 en die staan alle 3 gelijk voor mij. Oké. Okay. En dan is dat dan is, XXX, mm-hmm. Yeah. Juice WRLD en Lil Peep. En okay, nice. Weet je, ze zijn gewoon alle 3 nummer 1. Ja. Nee, gewoon alle 3 nummer 1. Ja, dat kan in ieder geval ook. En wat is volgens jou dan het beste hip-hop album ooit? Als je zou moeten kiezen, je kan er ook 3 kiezen. Mijn favoriete die ik gewoon altijd luister is Goodbye and Good Riddance van Juice WRLD. Want yo, dat heeft me echt door zo'n shit geholpen gewoon. Ja. En van X vind ik persoonlijk zijn albums niet heel goed, zeg maar. Ik vind meer zijn Soundcloud muziek, wat gewoon wat meer underground is, beter. En ja, Lil Peep, Come Over When You're Sober, part 1. Maar ik denk dat Juice WRLD wel het beste album heeft van alle 3. Oké. Okay. Nou, ja. Nice Asrin. Heel erg bedankt voor het interview. Yes. Super goed gedaan. En ik wens je heel veel succes met je muziekcarrière. Alright, thanks man. Dankjewel. Yo, fijne avond. Yo, jij ook.
Later. Zo. Nou, dit was dus alweer gewoon... Iemand die weer gewoon weer superveel passie heeft voor wat hij doet. Ik vind dat echt mooi, hoor. Je laat heel veel mensen... En dat hij ook... Je laat er gewoon heel allemaal echt even klaar liggen. Dat je denkt, hij is echt zoveel bezig daarmee ook. En dat is alleen maar goed. Ja, en ik vind het ook nice dat hij ook heel duidelijk weet wat zijn eigen stijl is. Mm-hmm. Dat was ook weer anders dan die vriend van hem, Poer. Ja, precies, dat merk je wel. Ja, zeker. En nou, we gaan nu een filmpje kijken. En het heeft ook wel met 420 te maken. Mm-hmm. Het is van Drugslab en het zijn de do's en do not do this van Wiet. Het product waar Amsterdam toch wel een beetje bekend om staat. Wil je het nou proberen? Hier dan de do's en de don'ts. De do's. Als je niet weet hoe sterk de wiet is, neem een klein hijsje en wacht 4 tot 5 minuten voordat je weer de volgende trek neemt. Een goede coffeeshop licht je in over de soort en het te verwachten effect. Laat je ook inlichten in de coffeeshop en geef aan welk effect jij prettig vindt, want dan kunnen ze je daarbij helpen. Gebruik ook alleen voor je plezier en niet om stress of achterliggende problemen weg te blowen. Van blowen krijg je honger, dus ga lekker eten. En verse sapjes en zoete snacks doen het altijd goed. Ga je slecht, neem dan zoete drankjes of vitamine C om het effect van de wiet te verminderen. Dan de don'ts. Diep inhaleren en het lang vasthouden heeft geen zin. De THC wordt direct in je bloed opgenomen. Als je wiet eet, door middel van bijvoorbeeld een space cake of space brownies, wacht het effect dan af, want het kan zijn dat je anders te veel binnenkrijgt. Blow ook met mate en gebruik zeker niet elke dag. En gebruik het ook niet als je zwanger bent en al helemaal niet in het verkeer. Gebruik ook niet op school of op je werk, want cannabis vermindert je geheugen en je concentratie en dit kan tot 2 dagen aanhouden. En combineer wiet niet met alcohol of andere drugs. Maar wil je zien hoe Bastiaan gaat op het roken van pure wiet? Check dan even de andere video. Ja, nee, echt die presentator Rens. Ik weet niet of hij zelf bloot. Ik weet het ook niet, maar ik vind hem echt geniaal, die kerel van Drugslab. Okay, ik heb echt niet zo heel veel Drugslab gekeken, maar jij wel dus. Ja, ja, ik vind het echt superleuk. Gewoon dat die presentatoren dat allemaal proberen, gewoon op camera. En het is ook gewoon leerzaam, want als stel je voor je wilt zelf zoiets doen of zo, dan is het gewoon goed dat er zo'n programma is. Maar jij hebt wel eens gebloot, toch? Ja. Was jij het een beetje eens met wat hij allemaal zei erover ook? Kun jij het over vinden? Ja, goed. Ja, ik vind het wel. Ik vind dat hij gewoon goede adviezen geeft. Maar merkt het ook, want hij zei dat het dat het een beetje kan leiden tot geleugen of een slechter geheugen. Merk jij dat al bij jezelf? Nou, ja. Nee, eigenlijk niet. Nou, als het wel zo zou zijn, dan zou ik ook niet merken. Want als het slechter is voor een geheugen, dan zou dat zelf ook niet echt doorhebben, denk ik. Nee, nou ja, precies. Nou, touché. Daar heb ik niks gezegd. Maar bloot jij wel eens? Ik heb wel eens gebloot, en zeker. Ja, dat doe ik ook nog steeds wel. Maar inderdaad niet echt heel veel. En ik ben er altijd ook heel bewust van geweest met hoe ik daar gewoon mee om ben gegaan. En ik heb probeerde niet misbruik van te nemen. Ook niet te zorgen dat het mijn leven overneemt. En dat ik inderdaad echt, dat straks blow het enige is wat ik doe. Daar pas ik wel erg mee op. Nee, dat zou je niet moeten hebben, nee. Nee, je moet er ook wel bewust van blijven dat het ook gewoon... Het blijft drugs. Het blijft drugs. Het kan je kapot maken. En, Dus niet doen. Ja, maar in ieder geval, we gaan dus nog een stukje vlog kijken. En dat is ook van Rebecca. Nou, Rebecca heeft dus een stukje vlog gemaakt. Daar gaan we nu naar kijken. Dus het is nu 10:50 ochtends en ik ga zo naar het ziekenhuis. Het was echt een hel. Dat lukte in het begin. Dacht ik echt, oké, nou valt wel mee, niet veel last van. Alleen toen moest ik dat in de shit hebben. Dat die tube. En oh, daarna joh, buikpijn, mijn darmen. Dat was echt vreselijk. S'nachts nog, ik wilde slapen. Toen moest ik in één keer nog weer vet nodig. En nou, zometeen krijg ik een camera shoved op mijn sore ass. Fucking fijn. En ik ben benieuwd wat er voor resultaat is gekomen. Ze kon via het maagonderzoek in februari kon ze niks vinden. Vandaar dat ik dus nu dit onderzoek moest doen. En ik hoop dat ze eindelijk weten wat er nou mis is. Waardoor ik al een paar jaar klachten heb. Dus genieten zometeen. Nou, nu gaan we ook een filmpje kijken over een coffeeshop. Mm-hmm. In Nijmegen wel. In Nijmegen. En dat... Dat is denk ik wel een van de populairste in ieder geval. Ik denk wel een van de populairste, we gaan het niet noemen. Nee, maar, zeker niet. Het is al... Hey, kijk, daar ben je. Jij presenteert het gewoon, wat leuk. Ik presenteer de video ook, ja. En daar gaan we nu even naar kijken. Dat sinds 1986 bestaat. Hun stickers en merch zijn vrijwel binnen Nijmegen en buiten Nijmegen bekend. Mijn naam is Mickey Minnaar en vandaag bij plekken waar je normaal nooit komt...
leid ik jou als noob de coffeeshop in. De do's en de do not do this bij de coffeeshop. Laten we erachter komen. Yeah! Jongeman, kan ik jou helpen? Ja, ik wil naar binnen. Dan wil ik graag eerst eventjes je ID zien. Oké, nou, stap 1 voor als je naar de coffeeshop wilt. Neem je ID mee. Ja, super, dankjewel. Tweede hebben we een aankoopverplichting, dus of je mag eventjes voor 5 euro minimaal wiet of hash kopen, of een voorgedraaide joint, of een consumptiemuntje, en daarmee kun je Ben iets te drinken halen. Wat is de starters kit om überhaupt binnen te kunnen komen bij de coffeeshop? Ik zou zeggen, als je naar binnen wil bij een coffeeshop, zijn er een paar dingen die wel fijn zijn om bij je te hebben. Sowieso lange vloei natuurlijk en tip, want anders kun je heel weinig draaien. Tenzij je bijvoorbeeld een vaporizer bij je hebt, want dan is dat natuurlijk een goed alternatief. Iets van wiet en een grinder en iets van een tabaksvervanger of iets dergelijks. Hallo. Ja, jongen, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Oh, dus heel even wachten, jongen. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat je hier binnen sigaretten rookt. Oh. Nee, je mag hier eigenlijk alleen maar wiet puur roken. Oké. Nou, mag ik dan een pilsje van jou? Helaas ook niet, man. Het is hier een coffeeshop en we doen alleen maar wiet roken en lekker een kopje koffie drinken, rustig praten, maar er is hier geen ruimte voor een biertje of zo. Helaas. Oké, nou dankjewel. Dan weet je ook, waarom is dat eigenlijk zo? Ja, 1 bier en cannabis is niet echt een goede combinatie. Dus heel veel mensen kunnen er niet goed tegen en voelen zich daarna niet zo lekker. En ten tweede hebben we te maken met allemaal regels waar we aan moeten houden. En we willen lekker een coffeeshop zijn. Daar kan een jointje genuttigd worden, maar meer hoort daar niet bij. Heb je een tip voor mensen die voor de eerste keer de coffeeshop inkomen lopen? De eerste keer de coffeeshop inkomen lopen is... Wat ik ze kan aanraden is om gewoon open te zijn. Want het is natuurlijk niet een shop zoals de meeste shops. Het is natuurlijk een restaurant ook, het is een krantcafé. Maar over het algemeen, als je een shop inloopt, ja, kom om te chillen, kom om lekker rustig te zijn, om af te koelen misschien, weet je wel. Wat moet je vooral niet doen als je voor de eerste keer de coffeeshop binnenwandelt? Bellen, denk ik. Gewoon, ik denk, het is hier redelijk sociaal. Dus als je gewoon menselijk contact wordt hier wel redelijk gewaardeerd. Dat was gezellig. Leuke mensen, lekker eten en hangt een goede geur. Leuk dat jullie keken naar plekken waar je normaal nooit komt. En Sam, zullen wij nog naar binnen gaan? Sam. Ja, oké, top. Let's go. Kan ik naar binnen? Binnen, meneer. Ja, nou het fijne aan zo'n coffeeshop is dat je natuurlijk ook gewoon lekker eten kan kopen en zo. Ja, dat je een beetje lekker kan zitten, een beetje kan chillen, dat kan je allemaal niet meer. Kan ik niet, nee. Nee, want maar... ja, als je daar zit inderdaad, je krijgt als je smokt natuurlijk wel soms een vreetkick en dan kan je daar heel veel geld aan uitgeven. Dus dat hebben ze wel goed gedaan. Ja, want het is inderdaad. Ook nog eens lekker eten, zeg maar. Het is altijd lekker eten. Ja, hoe heet het, smoothies. Ja, die Oreo's. Kan er ook. Friet halen, biefstuk. Tosties, pasta, de hele breut. Ja, je kan echt goed eten als je wil. Je kan het zeker goed eten, maar dat is goed dat het eigenlijk nu niet is. Want het is gewoon lekker besparend. Het spaart heel veel geld, dat is wel waar, ja. Ja, maar in ieder geval, wij hebben dus een interview met de eigenaar van die coffeeshop van het vorige filmpje. En ik ga nu eventjes weer mijn oortje pakken. Zo, links. En dit is Stan, hallo. Stan. Hi. Hallo. Ja, zou je jezelf even kunnen voorstellen? Ja, ik ben Stan Esmaier. Ik ben bedrijfsleider van de Kronkel in Nijmegen. Ik werk daar sinds 1996, dus dat is al 24 jaar. En Kronkel bestaat inmiddels 34 jaar. Ik werk in de Kronkel samen met nog 54 andere personeelsleden. En, ja, we proberen 365 dagen in het jaar, om nog maar eens een cijfer erbij te noemen, de godzin naar een zin te maken, ja. Ja, ja, nice. En nou, de coffeeshops die moesten dus plots dicht, een aantal weken geleden, vanwege corona eventjes. En nou, wat was jullie reactie daarop? Nou, we voelden in ieder geval wel een beetje aankomen dat de horeca dicht moest gaan. En eerlijk gezegd vonden we het zelf ook al onverantwoord om... iedereen maar door elkaar heen te laten lopen. Dus de horeca die hadden we samen met andere collega's in Nijmegen
hadden we inmiddels al gesloten. Ja. Nou, ik ging lekker voor de persconferentie zitten om 5 uur ergens in de middag. En toen zag ik inderdaad tot mijn schok dat we gewoon volledig dicht moesten gaan. Dus ja, het was nog wel een schok voor ons. Dat kan ik zeker begrijpen. Ja, inderdaad. En daarna mochten jullie in ieder geval weer open. En, maar dat moest wel met een aantal aanpassingen. Wat voor aanpassingen hadden jullie gemaakt? We hadden, tenminste in eerste instantie dacht ik van nou we gaan een tijdje dicht. Maar we kregen 's ochtends vroeg kregen we eigenlijk al een mail van de burgemeester. Die eigenlijk ook zoiets had van, die was een beetje verbouwereerd ook, dat alle coffeeshops zomaar dicht waren gegooid. Ja. Die wilde ook graag onze visie horen, ook de visie van andere shops in Nijmegen. Die hebben wij als vereniging ook gegeven. En onze visie was dat in ieder geval om de openbare orde een beetje te herstellen, want het werd een beetje een puinzooi. Ja. Om de openbare orde een beetje te herstellen, leek het ons nuttig om een afvalfunctie hiervan te maken. En gaandeweg merkten we in de media wel dat het die kant op zou gaan ook. Dus we zijn eigenlijk meteen al begonnen met een plexiglas wand te plaatsen tussen de klanten en het personeel. En we hebben ook wat hokjes gemaakt bij de kassa's, zodat ook onze gasten gewoon veilig kunnen afhalen zonder dat ze in contact komen met andere gasten. Dus dat is hetgene wat we eigenlijk in één dag neer hebben gezet. Met een timmerman die gelukkig heel erg actief was. En die ik meteen konden we bereiken. En zodoende konden wij eigenlijk de volgende dag alweer op veilige wijze opengaan. Ja, dat is echt super handig dat jullie dat zo gedaan hebben, vind ik zelf. Ik heb het ook gezien. Het is echt super nice. Ja. En wordt er nou in deze tijd meer of minder wit en hars verkocht? Dat is toch wel een stukje minder geworden hoor. Ik heb contact met vele coffeeshophouders in het land. Met name in Amsterdam is het wel wat rampzaliger. Daar hoor ik zelfs verhalen van 98% minder. Dat is natuurlijk ook omdat daar. Ja, het is echt heel veel. Ja. In de toeristengebieden, daar komen geen toeristen meer. Dus daar is het echt volledig ingezakt. Nijmegen, ondanks dat het natuurlijk een fantastisch mooie stad is, heeft niet zoveel toeristen. En wij hebben ook niet zoveel aanloop van toerisme. Dus wij missen niet zoveel omzet. Het is natuurlijk wel zo dat wij een regiofunctie hebben. En bij die regio hoort ook een stukje Duitsland. En met name Pasen en dergelijke zijn er toch strenge controles geweest. En zijn er veel controles aan de grens. Dus we zien wel dat Duitse klanten wat afneemt. En ook dat mensen organiseren geen leuke barbecues meer of gezellige bijeenkomsten waarbij ze een jointje roken. Dus de vertegenwoordiger van de Coca-Cola die zei van de week ook al tegen mij van ja, ook bij ons, de fabriek heeft zelfs een week stilgelegen, zei hij. Want ja, er wordt geen cola meer gedronken, mensen gaan minder cola drinken, minder bier drinken en ze blowen ook wat minder. Oké, dat is heel jammer in ieder geval, maar 98%. Ja, dat zijn de verhalen. Ik heb ze niet gecontroleerd natuurlijk, maar dat zijn wel de verhalen die ik van collega's heb gehoord. Met name echt in het toeristengebied in Amsterdam. Ja. Er zijn gewoon weer geen toeristen meer. En het is een behoorlijke daling. Ja, ja zeker. En laatste vraag. Ga jij zelf voor 20 vieren? Met schaamrood op mijn kaken. Normaal dan pakken we behoorlijk uit in de kronkel. Vorig jaar hadden we bingo en hadden we optreden, live optreden van DJ. En hadden we wietoliebollen die we uitdeelden. Maar omdat we zo bezig zijn met verbouwing en dergelijke, is het eigenlijk mij compleet ontschoten. En vanochtend kreeg ik inderdaad een appje van Happy 420. En toen dacht ik, oh jee, ik ben wat vergeten. Dus in de kronkel is het wel gezellig druk op het moment, heb ik vanmiddag gezien. En ik hoop ook dat mensen er een heel leuk feestje van maken. Maar wij hebben helaas dit jaar niet kunnen uitpakken. We hopen dat we volgend jaar dat wel kunnen doen. Twee keer zo leuk maken volgend jaar. Twee keer zo groot gaan we maken. Dan bestaan we ook 35 jaar, dus dat is een extra groot feestje. Oh, dat ook dan. Nog. Nou, ga je dat onthouden. Maar heel erg bedankt Stan voor het interview. En ik wens je nog een fijne avond. Ik weet niet of je nog iets gaat doen met 420 of helemaal niks. Maar dat is helemaal aan jou.
Ik ga in ieder geval mijn collega's nog een keertje bezoeken en ze hartelijk danken voor het werk. Maar echt feestvieren gaan we vandaag niet. Dat gaan we niet doen. Daar is nog niet iets te vroeg voor. Nou, oké, goed. Nou, fijne avond nog. Dankjewel. En, succes met jullie uitzending. You, yes, dankjewel. Doei. Doei, doei. Doei. Zo. Nou. Hoeveel procent was dat nou, wat zei hij? Ja, hij zei in ieder geval iets 98%. Maar ik had juist verwacht dat door deze barre tijden, wanneer zeg maar ook eigenlijk minder te doen is, dat je juist meer ging blowen. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk had ik het ook dat wel. Dat zou je toch denken, als je de hele dag thuis zit, ja, dan kan je ook voor sommigen denken, ja, kan net zo goed zo zijn dan. Wat ja. Verschil. Maar ja, hij heeft het dus ook over die toeristen en zo. En in ja. Nijmegen is het dus een minder groot verschil, want er zijn gewoon minder toeristen. Nee, maar ja, in Amsterdam, dat is echt waarschijnlijk echt een dode stad op dit moment. Het loopt helemaal niemand meer rond. Ja, er loopt niemand meer rond. Nee, en ja, die gevolgen daarvan zien de coffeeshops. Ja, jezus, maar... Dus ook. Inderdaad, ze komen er wel ook bovenop. En die mensen blijven gelukkig wel blowen, dus ik denk dat ze wel nog... Ik ga niet zomaar stoppen, denk ik. Nee, niet, nee. Denk het niet. Nou, ik denk dat wij nu... bij de afsluiting van deze aflevering gaan komen. Mm. Ik wil Floris heel erg bedanken. Geen probleem, vond het leuk om mee te doen. Ja, was hartstikke leuk. En, en de crew natuurlijk. En, ja, en de crew de schermen, natuurlijk. Dank ja, zeker. Iedereen, heel erg bedankt. Iedereen heeft super goed gedaan. En nou, happy 420 nog in ieder geval. En ik hoop dat jullie nog verder een hele fijne avond hebben. Geniet maar geniet met mate. Zeker als je 18 plus bent, anders moet je niet genieten. Inderdaad. Van wie het in ieder geval. Woensdag de 16e is er nog een nieuwe aflevering. Ja, kom allemaal kijken. Heel iedereen kijken. Hartstikke leuk. Doei doei. Ciao.